Die zag heel die naald erin gaan en vroeten, die werd dan niet goed. Ik voel me verschrikkelijk slecht, niet alleen omdat ik ziek ben, maar ook gewoon omdat ik... Er is een probleem opgedoken vandaag. Nou jongens, geen goed nieuws. Dat je echt denkt van, ah, ik wil hier gewoon niet meer zijn. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi lieve dappies, welkom bij een nieuwe video. Nou, het is één dag voor de grote operatie. Super spannend en meneer is ziek. Echt stront en stront verkouden. Geen corona, een paar keer getest voor de zekerheid, maar ontzettend verkouden. Dus we proberen op afstand te blijven. Vanochtend ben ik al naar de dierenarts weer geweest met Reggie. Want haar oor is nog steeds niet goed. Dus we gaan nu een swab laten opsturen. Om even te checken of we op de goede weg gaan. Het is in ieder geval al minder aan het stinken. Dus dat is goed. Maar het is nog steeds heel vochtig. Dus ja, ook daar zal Sergio even de zorg voor op zich moeten nemen. Om haar oor te blijven insmeren en te doen. En dadelijk ga ik naar het ziekenhuis. Om wat spul in te laten spuiten. Voor de schildwachtklierprocedure. Ik ben heel erg benieuwd. Ik moet 2 keer komen, dus dadelijk om 10:30. En dan mag ik even weg. En dan om 1 uur moet ik terugkomen. En dan schijnt tijdens de operatie een soort van blauw spul tevoorschijn te komen. Zodat ze weten waar mijn schildwachtklier zit. En dat is dus de eerste lymfklier eigenlijk. En die gaan ze dan uithalen om te controleren of daar slechte cellen in zitten. Spannend. En daarna ga ik lekker door naar de massage. Want ik moest ontspannen vandaag. Nou, daar ben ik weer. Ik moest er 10:30 zijn. En het is nu 10:55 en ik ben alweer thuis. Dus kun je nagaan hoe snel dat ging. Ze ging me ophalen bij de nucleaire geneeskunde. Mijn moeder mocht mee de kamer in. En, oh ja, mocht ze nog mee? Ja, ik moest op een bed liggen. En toen heeft ze een prik gegeven met vloeistof. En dan moest ze dus eigenlijk, ze deed hem erin en dan deed ze 3 kanten eigenlijk een beetje zo vroeten. Nou, gelukkig voelde ik er eigenlijk niks van. Mijn moeder die zat ernaast, die zag heel die naald erin gaan en vroeten, die werd dan niet goed. Maar nee, ik voelde er eigenlijk niks van. En de tweede prik die ze erin deed was dicht bij mijn tepel. Nou, de prik zelf voel je ook niet echt. Maar de vloeistof die erin gaat, die voel je dan zo je tepel eigenlijk ingaan. Omdat het weinig ruimte heeft. En doordat het weinig ruimte heeft, gaat het naar je lymfe toe. Okay. En ja, je voelt dat even gebeuren, zeg maar. Maar ook dat vond ik nou niet echt pijnlijk te noemen. Dus dat was eigenlijk zo gepiept. Nu moet ik om 1 uur terug zijn. En dan gaan ze 3 foto's maken. En dan van 5 minuten. En dan zouden ze dus moeten kunnen zien waar de vloeistof heen is gegaan. Okay. En ik heb nu een grote pleister zitten. Over mijn tepel heen. En die halen ze er dadelijk weer af. Viel weer mee jongens. You can do this. Voor de mensen die dit ook nog staan te wachten. Want dit is de klier die op is gekomen. Oké. En hier zie je beter de contouren van het lichaam. Ja, precies, dat je een beetje weet. En hier schrijven we altijd welke we hebben aangetekend. Dat is zeg maar die daar. Oké. Zo, nou, ik moest van de plastisch chirurg, moest ik de dag voor de operatie echt iets gaan doen waar ik van ontspan. Dus dat was natuurlijk een hele goede smoes om gewoon weer even lekker terug te gaan naar de masseur. En in de Boekhorststraat in Den Haag, een hele goede. Dus ik heb lekker een 2 uur durende massage en gezichtsbehandeling geboekt. Mijn zus woont ergens. En die werkt tegenwoordig op een kaasboerderij. En die heeft lekkere kaasvels meegenomen. Wat was het ook alweer? Met truffel. Truffel.
verschillende pepers. Pepers, pepermix en chipotle. En perejem. Chipotle. Perejem. Appel. Chili gelei. En Breda's moutarde. En gebakken rode ui. Nou, ben benieuwd. Vanaf 12 uur mag ik niks meer eten. Ja, precies. Het is de laatste avond voor de operatie. Ik blijf toch maar wijselijk een beetje uit jullie buurt. Ik heb de hele dag op bed gelegen. Hopelijk ben ik morgen nog een beetje boven Jan om misschien mee te gaan. Maar aangezien mijn neus zo druppelt, is dat waarschijnlijk niet verstandig. Heel fijn dat Els... Jij gaat mee, hè? Zeker. En dan is het morgen zo ver, schat. En morgen komt de matras. En het matras komt. Ja, het is alleen maar fijn dat ik thuis ben. Dat wel. Het komt allemaal oké in orde. Ja. Cheers. Nou, Elena, dankjewel. En wij gaan lekker genieten. Wij gaan genieten. Goedemorgen. Het is vandaag de dag van de operatie. 7 december. Mams en ik zijn opgestaan om 5 uur. Want dan moet het om 6:30 zijn. Dus ik heb nog even lekker een douche genomen. Want volgens mij mag ik ook best wel een tijdje even geen deo op. Dus succes aan Sergio dadelijk. Ik heb nog even goed gevoeld voor de laatste keer. Hoe zacht ze waren ook weer. En Sergio is helaas nog ziek. Dus die blijft hier. Wat timing. Ja, slechte timing, ja. Dus wij gaan zo richting het Leienburg. Ik heb mijn koffertje ingepakt. Ik ga toch maar mijn grote voedingskussen meenemen. Want volgens mij kan ik het beste gewoon op mijn rug blijven liggen. Dus dan lig ik een beetje vast. Zoals mijn moeder altijd zegt, beter mee verlegen dan onverlegen. Gaan we dan. René wordt nu geopereerd. Ze is vanmorgen heel vroeg vertrokken natuurlijk. Ik voel me verschrikkelijk slecht. Niet alleen omdat ik ziek ben, maar ook gewoon omdat ik... dat ik er gewoon niet bij heb kunnen zijn. En haar heb kunnen steunen. Misschien wel de moeilijkste dag van mijn leven. Niet dat ik er echt iets aan kan doen natuurlijk, maar... timing is echt... verschrikkelijk slecht. Ik heb echt honderden berichtjes gekregen op YouTube en op Facebook en op Insta en op WhatsApp. Echt onwijs lief van iedereen. Nou, we voelen ons in ieder geval heel erg gesteund. Ja, wie had 5 jaar geleden gedacht dat dit uit de hand gelopen grapje, we gaan een YouTube kanaal beginnen, ja, toch zoveel impact zou hebben op ons leven en... Heel veel van jullie kennen we niet, hebben we niet eens ontmoet. En toch zijn jullie allemaal super begaan. En sturen ons kaartjes en onwijs lieve berichtjes. Het is echt bijzonder om mee te maken. Nu wacht ik op het belletje van het ziekenhuis. Ze zijn nu ongeveer al 2 uur aan het opereren. En zodra ze klaar zijn of als ze wakker is, gaan ze meteen bellen. En dan kan ik ook niet eens op bezoek. Gelukkig kunnen Els en... Jennifer wel die kant op. Hey, even kijken, waar zijn we nu? Het is 4:15. Ik ben soepje aan het maken en wat smoothies aan het invriezen voor als Genee thuis komt over 2 dagen. Maar er is een probleem opgedoken vandaag. En dat is, ik natuurlijk al een paar dagen ziek ben. Weliswaar negatief getest. Maar mijn schoonmoeder niet. En dat is vrij problematisch op dit moment qua logistiek. Wie, waar, wanneer naartoe gaat om op te halen of Jessie weg te brengen of René op te gaan halen of te bezoeken. Nou, eigenlijk is het heel makkelijk, want we mogen gewoon niet weg. Dus Jennifer die zit hier op de bank, die wil achter de schermen blijven. Jennifer, die mag wel naar René.
Ik weet het op dit moment ook even niet. Nou, ik heb net eindelijk Genee gesproken. Ze is nog heel, heel moe en niet echt aanspreekbaar. Dus ik heb ze niet te lang aan de telefoon gehouden. Ik zeg, ga maar lekker slapen. Een hele goede morgen allemaal. Nou, Els is positief. Dus ik voel me zo mega kut. Ik kan gewoon niet naar René. Els kan niet naar René. Jennifer kan niet naar René, want die is natuurlijk heel dag hier geweest. Mijn moeder is ziek. Mijn zus is niet lekker. Dus we kunnen niet naar René toe. En dat vind ik echt ontzettend. Hij is er even bij komen zitten. Hij heeft volgens mij ook gepoept. Ja, het is nogal hectisch. Maar ja, ik kan dus niet naar René. En dat is eigenlijk het meest vervelende van alles. Ze is net ook naar een andere kamer gebracht. Het bezoek. Laura die gaat wel op bezoek. Hallo allemaal. Ik zou bijna zeggen, hallo lieve patatties. Welkom bij een nieuwe video. Ik neem deze vlog even over van Sergio en mijn zusje René. René liggen nog in het ziekenhuis. Ze is gisteren geopereerd en allebei de borsten zijn geamputeerd. Ik ga er eigenlijk vanuit dat zij zelf of Sergio hier wel het een en ander over zal vertellen over hoe het is gegaan. Ik ring bijna. Blijf staan. Het is zo dat het gisteren best wel een tijd heeft geduurd voordat ze naar de eigen kamer gebracht moet worden. Dus, en ze was zo moe, dus het bezoek had niet zo heel veel zin. Nu is het zo dat Sergio nog steeds niet lekker is, dus niet verstandig is dat hij naar daartoe gaat. Nu is het zo dat mijn moeder positief getest is op corona. Joepie de poepie, ik ken haar ook nog wel bij. Maar goed, dus het is ook niet verstandig dat hij daar naartoe gaat. Niet verstandig, mag natuurlijk gewoon ook helemaal niet. Nou is mijn oudste zus gisteren bij mijn moeder geweest. Die is nog wel negatief getest. Maar ja, hè? Laten we dat maar gewoon niet doen. Gelukkig kan ik wel gewoon naar daartoe. En als het goed is, is zij in een aparte kamer gezet. En mag ik straks in vol ornaat in een mooie pak haar bezoeken. Dus we gaan het zien. Tot zo! Hallo? Kom ophouden. Ja. Thanks. Hallo. En eigenlijk afstand. Hoe is het? Sorry. Hoe is het? Kan beter. Oh, nee, dat begreep ik. Kijk, Kees. Chocola kan er altijd in. Hoi. Het is één dag na de operatie. Het gaat iets beter. Gisteren was ik echt helemaal de weg kwijt. Ik ben veel bloed verloren. Ik begin nu net een beetje op te krabbelen. Met de pijn gaat het wel. Het voelt een beetje alsof mijn ribben gekneusd zijn. Ik heb bijna geen tietjes meer. Ze hebben een tissue expander erin gedaan. Ik heb wel gezien dat mijn tepel er inderdaad nog op zat. Dus dat is een goed teken. Want ze hebben een sneltest gedaan bij mijn tepel. Om te kijken of daar nog kankercellen zaten. En als dat wel zo was, dan hadden ze hem daar natuurlijk afgehaald. Dus dat is een goed teken. Dus even mijn weg vinden. 3 keer op mijn mooie troon geplast. Dus dat is een goed teken. Ik heb een katheter gehad. Die is er nu weer uit. En dat was hem eventjes. Ik heb hier onder. Het zijn mijn drains. Die moeten ook nog wel een stuk zakken voordat ze meegaan. Laat je lach even zien. Kijk, beter. Ik kan weer praten. Ik was gisteren echt er even vanaf. Ik kon niet. Nou, ik kon niks, bijna niks uitbrengen. Ik scheen zo wit te zijn als het laken. Maar ik ben al blij dat ik rechtop zit. En mijn ogen een beetje open. Dus. En met een platte décolleté. Maar hij is wel chic. En met tepel. En met tepel. Kijk. Nou, en alsof het nog niet genoeg was. Sergio die is dus, was heel erg...
verkouden en hoestte dus zijn longen uit zijn lijf. Dus geen corona, maar toch voor de zekerheid kon hij me niet wegbrengen. Dus mijn moeder is meegegaan, hematopie. Die komt thuis en die wordt ziek. En die test zich. Corona. FML. Dus die heeft zich ook door de GGD laten testen, ook positief. Dus daarom is mijn lieve zus nu op bezoek en moeten we mondkapjes op. Ze hebben me nu ook getest, maar dat duurt even, zowel in mijn neus en mond als mijn bloed. En als die test bekend is, dan weten we of ik in quarantaine moet naar een eigen kamer of dat ik hier kan blijven. Cheers. Nou jongens, geen goed nieuws. Ik heb ook corona. En ik ben dus van etage gewisseld. Ik lig nu op de 12e verdieping, kamer 3. Kan er ook nog wel bij. Ik was juist een beetje aan het opkrabbelen. Dus ik hoop dat het zo blijft en niet dat ik ineens coronaklachten krijg. Ik ben in ieder geval 3 keer gevaccineerd, dus op hoop van zegen. Nou, ik ga even wat proberen een maaltijdje te eten. Hoofdbruin bolletje met boterhammenworst. Een tomatencremesoepje en aanmaak limonade. Ik ga zo meteen een nieuwe matras uitpakken, de bedden goed schoonmaken en zo voordat René morgen thuis komt. Gelukkig is Els wel een stuk beter dan gisteren weer, dus ja, lang leven de vaccinaties, zullen we maar zeggen. Hopelijk dat René de tijd een beetje snel doorkomt. Ze heeft de tablet, ze appt wat af en toe en nou ja, het kan echt gewoon nooit normaal gaan bij ons. Ja, trampoline. Nou, ik begreep dat er heel lief een ballon voor me besteld zou zijn. Alleen, nu is het dus zo dat als die eenmaal op mijn kamer zou zijn, dat die niet meer het ziekenhuis uit mag. Mijn ballon moet in quarantaine. Dus, maar ik mocht hem ook bij de receptie, zeg maar, laten staan. En dan kon ik hem wel mee naar huis nemen, dus daar maar voor gekozen. Spannend, ik weet niet eens van wie die is. Die ziet er wel lekker uit. Goedemorgen. Nou, het is nu 8:45. Ze zijn net langs geweest voor de controles van mijn bloeddruk en mijn zuurstofwaarde. En ik had 37,9. En mijn ontbijtje is gebracht. Ja, de nacht kon slechter, kon beter. Ik heb in ieder geval iets geslapen. Om 3 uur werd ik wakker, had ik toch moeite om weer in slaap te vallen. Heb ik nog een keer eventjes paracetamol gevraagd en een antimisselijkheidsmedicijntje. Ik heb nu ook weer medicijnen gekregen, antibiotica, antimisselijkheid en nog iets, dat weet ik even niet meer. Verder heb ik een suikertje in mijn theetje laten doen en ik heb een yoghurtje en een bruine boterham met boterhamworst. We gaan als het goed is dadelijk weer mijn HB-waarde checken. En hopelijk ja, is dat weer gestegen. Als dat onder de 5 is gegaan, dan
Ja, dan krijg ik een zak bloed. En dan weet ik niet of ik vandaag wel naar huis mag. Nou, mijn HB-waarde is nog steeds 5,1. Dus het is niet onder de 5 gezakt. Maar ze gaan toch even kijken wat ze gaan doen. Dat horen we nog van de arts. Ze vinden het toch beter als ik nog even 1 dagje wacht met douchen. Dus nu krijg ik van deze toekjes. En die doen ze dan in de magnetron, denk ik. Ze verwarmen hem lekker. Dus ik me toch een beetje kan opfrissen. Nou, vrij goed nieuws. De drains hebben nog wel iets te veel gelopen. Dus ze mogen er niet uit. Maar ik mag wel met drains naar huis. Dus dat is fijn. Ja, er is een paar keer naar gekeken. En ze vinden het er allemaal goed uitzien. Ze zijn tevreden. Hebben ook het gevoel dat ze wel echt alles hebben kunnen weghalen. Maar ja, je weet het pas echt zeker natuurlijk als ze het hebben getest. Dat hoor ik aanstaande woensdag. En ze schijnen over 2 weken gaan ze al beginnen met het vullen. Nou, ik heb een fotootje ervan gemaakt en al even doorgestuurd naar mensen om me heen. En die vonden het er ook best wel netjes uitzien. Ook al ziet het er natuurlijk wel een beetje gek uit. Maar ik ben blij dat ik zo lekker naar huis kan. Want waar ik nu vooral een beetje last van heb, is dat ik gewoon niet meer weet hoe ik moet gaan liggen en zitten. En heb ik eerder daar last van. Maar ze zijn hartstikke lief voor me. Ze hebben al mijn infusen eruit gehaald. Want er zat er eentje ook in mijn voet. Zodat ik vrij speel hadden bij mijn borsten. Nou, later nog eentje in mijn hand erbij. Mijn bloedwaarde was nog steeds 5,1. Hij is dus niet verder gezakt onder de 5. Dus ze wilden het zo laten, omdat ze het juist dan een risico vinden om mij een bloedtransfusie te geven. Dus ik ga het gewoon lekker met mijn eigen bloed doen. En Sergio, die komt me zo ophalen. Een hele goede morgen. Nee, dit is niet René die achter mij staat. René heeft zojuist gebeld en ze mag naar huis. Ze kon er wel met drains naar huis. Ze zei eerst, de drains gaan eruit en dan mag ik naar huis. Maar toen kwam de arts binnenlopen en die zei, nou, ik vond toch nog een beetje veel wat eruit kwam. Dus je gaat met de drains naar huis. Ik voel me op zich hartstikke goed. René eigenlijk ook wel geen last van de corona. Els die voelde zich niet zo goed vanmorgen. Volgens mij gaat het nu wel weer redelijk. Ja, het is een beetje ups en downs. Jesse die is gewoon eigenlijk hartstikke vrolijk. En ik wil nog eventjes snel, voordat René thuis komt, wat slingertjes ophangen. Dus dat ga ik snel doen. Sleutels niet vergeten. Nou ja, ik heb binnen wat slingers gehangen. Leuk op de deur wat versierd. En nu op naar het ziekenhuis. Hey, ik kom naar je toe. Ja, ga maar zitten. Nou. Welkom home, baby. Wil je naar binnen? Even naar je mam. Moet ik de deur open doen? Reggie, oh ja, dan moet ik wel eventjes. Ik lig op mijn nieuwe matras. Nieuw matrasje. Vind je hem lekker? Ik kan er nog niet helemaal van genieten, zoals ik normaal zou kunnen doen, maar ik voel nu al dat het beter is. Ja, dus het geeft gewoon veel meer ondersteuning aan alles. Ik ben er nu al blij mee. Ik heb heerlijk geslapen in ieder geval vannacht. Waar heb je die onderkant gelaten nou dan? Het staat beneden onder de trap. Oh. Dus Jessie's kamer is 3 vierkante meter kleiner geworden. Hé, maar even kijken, cadeautje heb je al opengemaakt. Moet hier nog iets? Ja, ik had een heel lief tekening gehad van Jesse Silver met een chocoladehartje. Ja. Van de opvang natuurlijk eigenlijk. Lief zusje, ik ben onwijs trots op jou en ik weet zeker papa ook. Hopelijk herstel je snel. Tikke kus van je zus Danny, Laura, Naomi en Daily. Daar komt ie. Daar komt ie dan. Daar komt. Oeh. Ik zie een drol, of niet? Deze situatie poep, sorry. Is gewoon poep. Het is gewoon helemaal shit.
Wat een kakzooi. Believe in how strong you are. Lieve sterke René. Een hele dikke poepballon. Want ergens is dat wat we allemaal vinden van dat je deze operatie moet ondergaan. Wel is het de weg die nodig is voor jouw volledige herstel. Zet hem op kanjer, pak je rust en laat de mannen goed voor je zorgen. En anders bellen. Dan komen wij helpen. 2 nachtjes even in het ziekenhuis en daarna lekker naar huis om echt bij te kunnen komen. We gaan daarna snel floten. Ja, moest ik ook nog doen. We houden van je en denken aan je hele dikke knuffel en kus. Vincent, Ellen, Charlie en de kleine UK. Zo leuk. Super lief. Waar liggen je drainages? Hier zo. Een zakje. Ik heb het zo niet op drains. Oh joh, lekker wat tomatensap. Potje, 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 vet. Al op de tafel gezet. Nou, vond je dit echt een superleuk vlog? Nou, dit was me wel het avontuur weer. Ik kan het nooit normaal. Oh, oh de GGD. Door de GGD. De GGD belt weer. Special Forces. Met René van Ginkel weer. Goedemiddag, met Roxanne. Hallo. Hey, ik heb... Er was inderdaad geen rood lampje. Ik ben al een half uur aan het lullen, maar ik ben er niet aan het opnemen. Nee, de GGD die belde weer en die zei dat je tot 22 december besmettelijk bent. Wat nou, dan? Dat ik in quarantaine moet. Nee, besmet. Nee, ze zei het letterlijk. Oh, ja. En dan na 24 uur klachtenvrij. Maar goed, ik kom net letterlijk van een corona-afdeling af in het ziekenhuis. En als er wat is, dan moet ik daar ook naartoe. En dat weten ze ook. Dus ja, dan zal ik daar gewoon beschermd naartoe gaan. De klachten vallen gelukkig mee. Behalve dan dat ik af en toe even flink wat moet hoesten. Mijn moeder voelt zich wel wat grieperiger. Ja. Maar ja, het is allemaal te doen. En ik ben super blij dat ik mijn booster ook al had gehaald. Want ik had er echt niet aan moeten denken dat ik daar lag. Ik zei het gisteren inderdaad, lang leven de prikkies. Want, Ja, en dat we het nog... Iedereen zei het tegen mij, hè, wat een geluk eigenlijk dat je het niet wist... Op 7 december, want anders hadden ze me niet geopereerd. Ja, we wisten het ook echt niet. Ze hebben je gewoon geopereerd terwijl je corona had. Ja. Ja, eigenlijk wel. Ik moet wel zeggen dat dus nu met die vaccinatie en dat ik de eerste keer was ik veel zieker en zo, dat je nu dus echt wel merkt dat het gewoon een griepje begint te worden. Voor de meeste mensen die geprikt zijn en zo. Ja. We hebben nog een heel ander verhaal, dat komt er wel een andere keer. We hebben nog iets heel anders heftigs meegemaakt, maar dat misschien ga ik dat nog een keer vertellen. Ja, en ik zei net tegen jou dat, dat het toch wel bizar is dat je in zo'n korte tijd zo hondsberoerd kan voelen. Dat je echt denkt van, nou, als het zo moet, laat mij maar gaan. Weet je, dat ik me zo kan voorstellen dat mensen die zich zo voelen alleen maar de hele tijd, dat je echt denkt van, nou, ik wil hier gewoon niet meer zijn. Ja, dat is wel een heftig gevoel, lijkt me. Ja, dat had ik vooral toen ik daar nog lag na de operatie natuurlijk en ook veel bloed had verloren. En, ja. Maar goed, ik voel me nu gelukkig al een stuk beter. Ik ben blij dat ik weer thuis ben met jullie. Wij zijn ook blij dat je thuis bent. Hopelijk puff ik elke dag weer een beetje extra op. En, puff. Puff ik hem zo omhoog zo. Doe ik zo'n beetje als zo'n ballonnetje een beetje omhoog. Ja. Dus, vond je dit een leuke vlog? Had je er wat aan? Dat hoop ik in ieder geval. En ik ben blij dat ik dit weer met jullie heb kunnen delen. En dat ik het toch nog vrij goed heb kunnen afsluiten. Ja. Doe even een duimpje omhoog. Duimpje omhoog. Ik zie natuurlijk heel graag jullie reacties. En als je het nog niet hebt gedaan, abonneer. En dan zie ik jullie heel graag bij de volgende vlog. Tot de volgende keer. Ciao, 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 ciao.